Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Er staat er hier een gek te doen. De vorige video werd er een vraag gesteld, waar gaat de video nou over? Nou, mijn naam is Edi, ik rij een motor en ik laat filmpjes zien van mijn ritten. Niet meer en niet minder, denk ik. Maar ja, blijkbaar was het toch niet helemaal duidelijk. Toch? Denk ik dan. We zijn hier in Luxemburg. Dat heeft de titel ook wel verraden, denk ik. Ik ben vandaag nog alleen. Tot eind van de middag. Dan komt El er ook bij. De 360-camera zit links op de valbeugel. En dat geeft dus deze beelden. En ik heb de helmcamera uiteraard op de helm. Ik heb inmiddels 3 camera's. Van de Insta. Die zit hier nog niet, want hier had ik nog geen 3 camera's, maar die heb ik inmiddels wel. Dus binnenkort nog meer diverse beelden. Het eerste stuk is de video van mijn helmcamera corrupt geweest. Wat wil zeggen dus dat ik geen beelden van mijn helmcamera heb, het eerste stuk. Echt heel maf, want De nakijkversie is er wel, maar dat is hele slechte kwaliteit. Dan kun je in ieder geval even de beelden bekijken, zeg maar. Maar de 4K-versie, die was er gewoon niet. Die was beschadigd. Jammer genoeg. Maar goed, dit levert ook leuke beelden op. Het is best grappig, zo'n camera zo dicht bij de grond. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Het is een uur. Dus pak nog even wat te drinken en zo. En ga op je gemak zitten kijken of scroll doorheen. Ik heb ook droombeelden. Het is maar kort, het stelt niet veel voor, maar ze zijn er. Dus, veel kijkplezier. Het eerste deel van de rit ben ik redelijk aan het knippen geweest, want die heb ik vorige keer al eigenlijk wel een beetje laten zien. Zonder helmcamera, ja, ik weet niet, het was net even te... Oh, hier komt trouwens wel een grappig stukje met politie, let op. Ja, kijk dan ook, ik ga bewust aan de kant rijden, let op waarom. Op die manier geef je de hulpdiensten en in dit geval de politie de ruimte. En laat je ook duidelijk zien dat je ze de ruimte geeft. Ja, ik zit dit in te spreken na mijn nachtdienst en zo. En ja, ik heb slapen. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Dus ik zit nu weer een geel te onderdrukken. Ik hoop dat mijn filmpje minder slaapverwekkend is en dat jullie ervan genieten. Dat is een van de dingen waar je altijd bewust van moet zijn. Zeker bij vuilniswagens en scholen en dat soort dingen. Mensen, kinderen die ergens achter vandaan kunnen komen. Ik hoop dat de 360 goed kan zien naar de achterkant. Wat een mooi uitzicht.
heb ik hier een pijltje gezet bij de hoogte, linksbovenin. Dat is eigenlijk om te laten zien hoe snel het relatief gezien stijgt op dit punt. Dan heb ik wel vaker steile heuveltjes hier in de buurt en in de video. En straks komt er nog een, die is echt vele malen steiler. Maar goed, dat komt nog. Maar wel een uitzicht, hè? Geweldig. Ken je dat? Dat je TomTom navigatie zegt: sla hier rechtsaf. Ja, jammer joh.
Ja, ook in Luxemburg, zelfs op het platteland, kennen ze file. Hier ben ik op een of andere grote, ik noem het maar industriegedeelte, waar mensen van allerlei boodschappen kunnen doen. Allerlei hele grote zaken zitten hier. Hier moest ik even een paar boodschapjes doen, zo maar zeggen. Oh ja, een tank. Let op. Leuk al die gadgets te proberen leuke filmpjes te maken, maar het kost best wel wat moeite. Oké. Plan een spannende route. Ah, bijwind. Zo, nou. Ik ben geslaagd voor wat ik wilde hebben, plus een beetje extra. Ik heb een extra externe harde schijf gekocht. Opladers erbij gehaald, oplaadsnoertjes. Dat is nou als je bij de Action loopt. Koop je altijd meer dan dat je nodig hebt. Althans. Ik wel. Ah, rijwind. Hè? Koeling. Ik ben wel benieuwd wat het weer vandaag gaat doen. Ik ben echt heel benieuwd. Het is bewolking zat. Ik ben heel benieuwd. Goed. We hebben nu een rond ritje Wilds of zoiets. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. We gaan richting Wilds, dat is ja, ik denk een uurtje rijden. De omgeving daar was erg mooi, weet ik nog. Dus we gaan die kant op.
had ik het eerder in het filmpje had ik het over het hoogteverschil en de hellingshoek en dat soort dingen. Als je linksbovenin kijkt, zie je het hoogteverschil. We zitten op zaten op 2,24. En rechts onderin zie je sloop. Dat is de hellingshoek, zeg maar. Kijk zelf maar mee. Tyfus, die is dit stijl omhoog. Wat verdomme. Holy shit. Wauw. God, kan wel weer. Sneller dan ik zo te zien. Even voorbij laten, precies. Heel goed. Ik vind het toch wat riskant met zo'n hoge snelheid over zo'n kruising heen. Maar goed, wie ben ik? Ik weet dat op den duur alles gewoon wordt. Dat als je hier woont, dan is het normaal. Op een of andere manier trekken de bergen mij zo enorm. El die is gaan rijden. Of gaat rijden, of rijdt. Of
jongens, heerlijk. Ja, ik weet het. De beelden zijn overbelicht. Maar daar heb ik het toch vaker over gehad. De Insta 360. Ze zijn gewoon niet allemaal gelijk aan elkaar, zeg maar. De XS. Dat is degene die aan mijn valbeugel zit. En de RS. De RS die geeft echt perfect beeld in 4K. De XS die staat op automatisch. Maar die is helaas wat overbelicht. Jammer. Dat is een big ass camper. Ja, die plakbandjes, daar zo, aan de rechterkant, onderaan de valbeugel. Ik weet het, ze zaten er nog. Ze zijn inmiddels weg.
Nee, ik stop hier even, maar dat mag niet. Althans, niet in deze rit. Ja, mag ik wel even. Ik zie wel weer allemaal stormvliegjes op mijn motor zitten. Dat bevalt me niet. Kijk. Camera loopt. Had ik mijn zonnebril op? Nee, dat had ik niet. Ik heb mijn scherp dicht gehad. Blijft het altijd de keuze, ga ik nou op inspreken of niet, of ja of nee. Ja. Het is hier zo mooi. Ik geniet ervan. Ik hoop jullie ook.
Zo rustig als ik begon die dag. Zo moedig / overmoedig begin ik te worden. Niet dat er wat gebeurt. Ja. Je merkt het wel in mijn eigen gedrag. Net even wat sneller, harder. Meer doortrekken op het gas en zo. Bochten wat sneller aansnijden. Stepjes aan de grond. Oh, dit is het mooiste stukje trouwens. Oké, TomTom, waar breng je me nu weer heen? De letterlijke vertaling. Oké, TomTom, waar breng je me nu weer heen? Ja, dit is dus mijn drone, de DJI Mavic Mini Type 1. De allereerste die uit is gekomen van dat model, geloof ik. Althans, of het echt de allereerste is, weet ik niet. Maar niet helemaal model 1. Dus ja, daar doen we het mee op dit ogenblik. Het geeft perfect mooie beelden, zoals jullie kunnen zien. Beelden, foto's, allemaal prima. Het heeft alleen geen volgsysteem, dus je kan jezelf niet volgen. En dat is wel jammer. Het weerhoudt me ook om bepaalde beelden te maken. Want alleen op de motor en dan een drone een bepaalde richting op laten vliegen. Ik vind dat best eng. Ik durf het niet. De Orangina, een heerlijk drankje. En de boutjes. Ja, ze slijten. Dan moet je ze eruit halen en zo vervangen. Dat is de nieuwe. Kijk, daar is die weer lang. Ja, de lange pennen. En een paar keer een bochtje om. En dan zijn het korte pennen. Ja, hallo. Ik zwaai naar mezelf. Zagen jullie ook die tong? Ik vind mezelf heel belachelijk. Maar ik had ook best dorst toen. Je kan best leuke dingen doen met een drone. Zoals foto's maken en zo. Dit heb ik allemaal met die drone gedaan. Ja, hallo.
Camera loopt. Ik weet niet wat er bij mijn helm zit, maar het is uitermate irritant. Waarschijnlijk komt het af op mijn felle kleuren. Ik heb geswitcht van geluidsrecorder. Wat normaal gesproken mijn motorgeluid opneemt, neemt nu mijn voice op. Want herrie heb ik op zich zat. Ja, ik moet even aanzetten, want we zijn al vast van 19 seconden verder. Zo. Ja. Hop. En voilà. In ieder geval, ik ben dus geswitcht, want op een of andere manier nam mijn Zoom geen geluid op. Had ik net de indruk. Ja, het is toch best lastig als je dedicated geluidsrecorder wegvalt. Dus dan moet ik straks gewoon even de originele microfoon er even opzetten. En eens even kijken wat er gebeurt. Zo, hè, jongens. Nou, poepoe, hè. Ik ben even lekker gestopt, even met de drone gevlogen. Ik rij hier door het schitterende Luxemburg. Maar veel mensen zullen zeggen, ja, bomenbos, dat hebben we net ook gezien. Ja, dat klopt, maar het gaat om mijn beleving. En sommige mensen genieten hier ook van, weet ik. Nou, bochtjes niet te vroeg insnijden, lekker aan de buitenkant blijven totdat je zicht hebt. Hoeveel mensen hier de binnenbocht pakken en dan gepakt worden door een andere auto of motor. En hier pak ik bewust de binnenbocht vanwege de rotzooi. Oh, daar zit het bochtje. Oh, wacht, ik weet waar ik ben. Ja, ik weet waar ik ben. Joehoe! Ik heb nou de andere kant op. Dat had ik nog niet gedaan. Oh, wat leuk. Ja, geinig is dat. Dat je dus bepaalde wegen de andere kant op wel hebt opgereden, maar nog niet terug. Het feit dat ik weet waar ik ben, wil niet zeggen dat ik weet hoe de weg nu loopt. Ik rij nog steeds tegengesteld. Ik heb dan van die herkenningspuntjes in mijn hoofd dat je denkt, oh wacht even, dit bochtje hebben we wel vaker gereden. Ja, die tent heb ik van de week ook gezien. Ja. Wacht even. Ik ga verkeerd. Plan de spannende route. Alsnog rechtsaf. Oké. Okay. Hij stuurde me richting Esch en Suur. Ik denk maar wacht even, ik had een rondje gemaakt blijkbaar op de plaats waar ik die harde schijf heb gekocht. Ik denk ja, dan rijd ik dus gewoon weer net zo hard dezelfde kant op. En dat wil ik nou weer net niet. Dus ja, dat. Ik ga eigenlijk gewoon naar het hotel.
wil even een snack en wat drinken. Wellicht dat jullie het niet eens merken, maar ik wel. Ik zie het namelijk ook. Ik ben het aan het editen en aan het doen. Er zit een iets ander geluidsspoor onder deze video. Vanaf een paar seconden terug, zeg maar. Je hoort de muziek nu op de achtergrond. En via mijn andere camera hoor je die echt hard. En dat ik die dag heb genoten met muziek, wil niet zeggen dat jullie het hoeven te horen. Maar ik had natuurlijk heel wijs mijn geluidsrecorders gewisseld en zo. Maar het was niet helemaal goed gegaan. Dus vandaar dat ik nu het geluid gebruik van de X6 die links op een valbeugel zit. Dus veel meer wind, rijwind, etc. Heb je in ieder geval nog een beetje geluid. Het is niet super, super, super lang. Maar ik vind de beelden nog steeds mooi. Dus ik denk, ja, goed. Keuze hier, keuze daar. Dan toch maar er iets onder. In plaats van muziek. Zoals ze zegt, met een beetje windgeruis. Want hij rijdt helemaal vol in de wind.
Ik weet het, dit stuk heb ik vorige week ook laten zien. Maar het is zo'n mooi stuk. Ik denk, weet je, ik ga het nog een keer zien. Voor degene die het vorige week nog niet gezien heeft. Of niet goed meer weet. Maar ja, vorige week, of het vorige filmpje. Voor mij vorige week, want goed, hè? Dat dus. Die, ja, toen reden we hier dus ook. Ik kan een hele lange uitleg geven, maakt op zich helemaal niet uit. Anyhow, we zijn bijna bij het hotel. Nou, dames en heren, dit is bij het hotel. El die komt zo aangereden. Dit is ik met mijn vermoeide kop. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Ik heb er ook aan. Iedereen bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot de volgende keer. Hoi!